Hey, wat leuk dat je kijkt naar de allereerste video van Girls of Honor. En nu ben ik even nieuwsgierig. Heeft hij al gevraagd? Want dat willen we natuurlijk heel graag weten. Ja, en als hij dat al heeft gedaan, vinden we dat helemaal superleuk. Want dan kunnen jullie beginnen met het plannen van jullie bruiloft. Dat kan een hele mooie tijd gaan worden. Met af en toe een flinke portie stress. Dat hoort erbij. Maar laat je vooral niet gek maken. Want wij gaan echt onze uiterste best doen om je daar gewoon doorheen te slepen. Daar zijn de Girls of Honor voor. En vandaag in deze video gaan we het dan ook hebben over planning, over dromen, over fantaseren van jullie super bruiloft. En de eerste tip is alvast dat dat veel leuker is om niet thuis te doen. Maar op een leuke en gezellige locatie, zoals hier. Neem een stapeltje trouwbladen mee en andere leuke tijdschriften, pen en papier. En schrijf alle ideeën op die in je opkomen. Niks is te gek. Nee, dit is echt het moment om lekker creatief te brainstormen en te dromen, groots te dromen. En ga dan vervolgens als eerst nadenken over je locatie. Want je kunt trouwen op het strand. Of in een mooi bos. Of in een romantisch kasteel. En denk ook na over het seizoen waarin jullie willen trouwen. Ja, want wil je trouwen in de winter, maar ook graag in een kort jurkje? Dat gaat waarschijnlijk niet helemaal samen. En wanneer je droomjurk een lange jurk met bontje is, natuurlijk wel nep, gaat trouwen in de zomer hem niet worden. En denk daarnaast ook na over het vervoer, de gastenlijst, de versiering en alle andere dingen die jullie bruiloft speciaal maken. Alsjeblieft, dames, de rekening. Ah, dankjewel. Oh, ik geloof niet dat we dit kunnen betalen. Ik geloof het ook echt niet. Ja, het mogen duidelijk zijn. Zorg dat je budget goed is, want anders sta je nog weken na je bruiloft af te wassen. Kijk samen naar je budget en wees eerlijk. Hoeveel wil en kun je uitgeven aan je bruiloft? Ja, en kies dan wat belangrijk is. Pas daar je budget op aan. Wat leuk! Ja, het is echt heerlijk om te dromen over je bruiloft. Maar op een gegeven moment is het ook tijd om naar je budget te kijken. Kijken wat is haalbaar en wat niet. Ja, en dan is een ritje op een olifant misschien niet heel erg haalbaar. En DJ Armin van Buren op je trouwfeest is wel kicken, maar ook heel prijzig. Behoorlijk prijzig. Wat misschien meer haalbaar is, is trouwen op het strand. Trouwplannen maken kost gewoon tijd. Je hebt allebei verwachtingen en je wil graag dat die uitkomen. Ja, maar daar moet je ook wel echt goed mee bezig zijn dat je allebei je dingen meeneemt. En vaak zeggen mensen dan, kies voor de gulden middenweg. Wij zeggen, kies af en toe ook gewoon een compromis. Dus als hij die luxe auto wil, maar jij eigenlijk graag die mooie koets. Of als jij een DJ wil en hij een live band, kun je zeggen, weet je, dan gaan we voor de luxe auto en de DJ. Heb je allebei wat? Weet je, je moet elkaar ook gewoon af en toe wat gunnen. Ja, maar dat moet natuurlijk ook wel kunnen. En daar maak je een budget voor en een budgetplan. Ja, en daar gaan we het de volgende keer gewoon helemaal over hebben. Hopelijk zien we je dan weer.